Hallo allemaal, vandaag ga ik jullie een beetje het verschil uitleggen tussen een harde schijf en een Samsung SSD. Het grote verschil kennen jullie waarschijnlijk al, dat is dat de SSD natuurlijk veel sneller is. Maar ook is de SSD natuurlijk veel compacter gemaakt dan een harde schijf. Een SSD heeft ook niets bewegend erin. Veel mensen lopen soms misschien wel rond met hun toestel terwijl het aanstaat. Bij een gewone harde schijf kan dit grote problemen veroorzaken, aangezien je dit moet zien als een soort platenspeler. Bij een SSD dat kan eigenlijk volledig tegen schokken, dus in principe kun je daarmee gooien, maar ik zou het natuurlijk niet aanraden. Een ander groot voordeel is ook dat bij een SSD, als die volledig vol zit, gaat hij nog altijd zijn volledige snelheid behouden. Bij een harde schijf, hoe vol dat hij zit, hoe trager en trager dat hij eigenlijk gaat werken. En dan als laatste, de SSD gaat natuurlijk ook qua levensduur veel langer meegaan dan een gewone harde schijf. Ik heb hier twee toestellen naast mij. Eén toestel is met een i7 processor, het andere toestel is met een i3 processor. De i7 heeft een gewone harde schijf erin zitten en de SSD heeft een 250 gig 850 Evo van Samsung SSD erin zitten. We gaan beide gelijktijdig aanzetten en zien welke het snelste opstart en de Tones website opent. Zoals we konden zien, startte die met de SSD veel sneller op. De harde schijf die moest eerst nog zien wat de wifi-verbinding was ermee verbinden. En dan uiteindelijk toch wel de site laden. Het verschil is wel opmerkelijk groot. Dus de processor is wat daar veel mensen denken niet echt het belangrijkste voor snelheid. Dat is meer echt voor programma's, eventueel zware renderingprogramma's, eventueel games of zo. Maar de SSD maakt dus een groter verschil voor opstartsnelheid en de vlotheid van het toestel vergeleken met gewoon naar de schijf. Dus nu hebben we het verschil gezien. Denk zeker eens na, voordat je een toestel koopt, of je wel een SSD wil. Maar zoals je uiteindelijk ziet, is het wel zeer belangrijk. In deze zat dus een Samsung 850 Evo SSD. In deze een gewone harde schijf, i7, i3. En deze was natuurlijk veel sneller. Dus voilà, bedankt voor het kijken. Hopelijk was deze informatief. En tot de volgende keer.